Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we een volumeschakelaar maken voor je Google Chromecast. En hiervoor gebruik ik een klik aan klik uit A-GXI CT202 afstandsbediening. En we hebben een BattleLogic nummervariabele nodig. Maak dus eerst eventjes de nummervariabele aan. En als je dat gedaan hebt, dan kunnen we verder gaan met het maken van de flows. BattleLogic variabele hebben gemaakt. Kunnen we gaan beginnen met het maken van de flows. Als eerste gaan we een flow maken waarmee we het volume kunnen verhogen. Dus ik klik op Create a New Flow. Vul ik de naam in. Vol up. In de as-kolom selecteer ik de schakelaar. Dus de hardwarematige schakelaar waarmee ik het volume wil verhogen en verlagen. Selecteer ik knopjes ingedrukt. En zeg ik hier helderheid omhoog. Dan ga ik naar de dan-kolom en dan ga ik een BattleLogic kaart opzoeken. En dan selecteer ik, even kijken, deze kaart. Dan gaan we een tekst invullen en daar vullen we in round, twee haakjes, klikken we op de tag. Stukje set volume van je Chromecast op of de speaker die je gebruikt. Ik zet het als home en dan gaan we erachter invullen plus 0.1. Doen we weer een haakje sluiten, zeggen we comma 1. En doen we weer een haakje sluiten. Dan als variabele zeggen we radio set nieuw volume. En dan klik ik op save. Nu gaan we deze dupliceren. Dan gaan we de naam eventjes aanpassen. Down. En in de als kolom verander ik de schakelen naar helderheid omlaag. En in de dan-kolom verander ik alleen het plusje in een minnetje. Voor de rest kan ik hem helemaal laten staan. Klik ik weer op save. Nu ga ik een nieuwe flow aanmaken. Geef ik het weer een naam. In de als-kolom selecteer ik de BattleLogic kaart a variabele changed. Kies ik de variabele radio set nieuw volume. In de dan-kolom zoek ik de Chromecast op die ik net gebruikt heb. Dus het is mijn Google Home. Die zit hier ergens helemaal onderaan. En dan zeg ik set volume naar. Vervolgens tik ik hier op het tagje. En zoek ik de BattleLogic variabele op. En zeg ik radio set nieuw volume. Nu klik ik op save. En nu kan je je volume bedienen met de knop die jij hebt ingesteld. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren. En dan zie ik jullie graag weer bij een nieuwe video.